Goedemorgen, je kijk naar de Weerswachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden boven Nederland. Uit die bewolking valt er van tijd tot tijd regen, maar niet alleen regen, want in het noordoosten valt de eerste ochtenduren ook soms wat natte sneeuw. Uiteindelijk loopt de temperatuur ook daarop naar 5 graden. Verder is ook de wind opvallend: die is stormachtig aan zee en rondom het IJsselmeer. En ook die gaat later vanochtend en vanmiddag afnemen, maar het blijft de hele dag wel stevig waaien. De regen trekt in de loop van de middag weg en dan breekt vanuit het westen de zon door. Met wat geluk ook net op tijd nog in het oosten. Het wordt 7 tot 9 graden. Vanavond prima weer om buiten te zijn, dan is het droog weer, kunnen we dus lekker sporten. Want temperatuur rond 6 graden en de wind neemt verder af. Morgen gaat het in de loop van de ochtend vanuit het zuiden opnieuw regenen. De meeste regen trekt dan over het westen. Het is dus regen en motregen. Het wordt 9 tot 11 graden en die temperatuur, die hoogste waarde, die bereiken we aan het einde van de middag. Zaterdag wordt het nog wat zachter. Ik heb 12, 13 graden op de kaart staan, maar misschien wordt het lokaal zelfs wel 14 of 15 graden. Wel de paraplu bij de hand houden. En ook zondag en maandag is het wisselvallig weer. Dan bij temperaturen tussen 7 en 10 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.